Welkom bij een nieuwe aflevering van Tim's Treinengek. Vandaag gaan we naar Duitsland. Achterop. Een OV-vlog. Laat je zo allemaal dingen niet zien. Omgeving SOS. Zo te zien zijn we bijna bij de bushalte. We gaan zo meteen met lijn 11 naar de Centraal Station. En daaruit pakken we de Blauwnet Intercity richting Enschede. En vanaf daaruit pakken we de Duitse Bahn Talent. Die soort talenten richting van Gronau in Westfalen. En daar richting Ochterop. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive when the... We zitten nu in de RB 64 naar Münster. Het is een gedeclasseerde eerste klas. Het is van de Duitse baan. Ik had al ticketproblemen. Ik had per ongeluk een Einzel ticket gekocht richting achterop over Aarhus. Maar nu heb ik de goede richting over Gronau. Dom. Het is de gedeclasseerde eerste klas. Dat is wel heel grappig. Van de is hij ons naar Duitsland gaat brengen. We gaan zien. Zijn de tickets? €5,50. Enkele reis naar achteren over Gronau. En als je over Aarhus wilt, ben je €10,20 krijgt. En dat is dus een foto die ik heb gemaakt. Maar we gaan over Gronau. Anders zou ik een trein later willen pakken. Anders kwam ik daar heel laat aan. Niet zoveel zin in. Break my heart, give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I want. En lift review. Dit is een Osman elevator. Gebouwd in 2004. En er kunnen 1600 mensen in. Mm-hmm.
Nu even bij ons middag eten en we hebben vandaag een regionaal pils. En het is Vitens pils. Lekker. Kijk, lang op gewacht. En dit is mijn middag eten. Fish and chips met een Vitens. Nog wat je net zag in mijn vorige. Toen straks. We gaan nu eten en straks gaan we dan met de terugreisje beginnen. Ja. En terug op het station. Ochtend. En vaak nog op de trein richting Enschede. Ja. En ik vond even dus hier zo'n antieke zijnhuisje die daar staat. Zo'n heel mooi ding. Ik denk dat het vroeger de handgemaakte bovengangen hebben die we kennen in Duitsland. Ja. Ja, en dat antieke stationsbouw van Ochtend. Gewoon weer een mooi station. Nou, we gaan ochtend verlaten en dan gaan we richting Enschede. En ik moet nog even naar de ticketservice van het station Enschede. Want er was ticketproblemen geweest, wat ik je vooraf aan de reis al had verteld. Nou ja, we gaan nu richting Nederland. Break my heart, give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking. Veren, treinstel. Zijn Duitse baan ook weer overleefd. Elke keer gezet met die kaartautomaat in de DB. Echt maar, daar heb ik vandaag al de derde keer al last van gehad. En dan het laatste stukje. De Veren, Intercity richting Den Haag Centraal. En dan zijn we alweer. Kijk, wow. Wat een spits. Ook een spits hier. Het is nu al druk in Enschede. En dus station nog niet eens open. Nou kijk, hier nog een heel grappig iets. Oh jee, dat heb ik nog nooit gezien van de NS. NS heeft zijn nieuwe auto. Ja. Treinstel 8734. En dit is een tweede klas typetje. Een tip van Tim. Oeh, sirenes. Oh jee. We zijn weer in Nederland. En er rijdt nog een Citea. Welkom in Nederland. Nou, kijk, hier is in de bovenste klas van een Veren is 1 persoons. En dit is een 2 persoons zitting. En dan heb je een beetje 4 persoons. En daarachterin heb je ook allemaal nog een 1 persoons. 3 persoons zelfs. Dus nu kunnen we lekker filmen. Dus daarom heb ik ook voor deze tijd zo gewoon. Ik heb nog van mijn vader nog even een leuk tuinentreinje gekocht. Dat was een verjaardag.
Die is vrijdagjarig. Ze hebben jammer genoeg niet van de Zwitserse trainer, maar wel van de Duitse trainer. Modelbouw, dus is wel heel leuk. Wacht op me, raad ik je wel aan om heen te gaan. Deze vlog is afgelopen. Ik wens jullie nog heel veel plezier. Tot de volgende keer.